Hey, zo, we hebben wat te vieren van... Lisa is erbij. Kijk, hey, Lisa is erbij. En ja, we hebben net al een klein dingetje op, dus wij nemen er nog één. Voor... Ja, oh, jij deed, deze deed jij nog niet op, hè? Je had net die andere ook. Ja? Oké. Okay. Hey. Jij wil zeker het water hebben, of niet? Eerst zijn uit Italië, hè? Lisa! Ja? Back to the groeischot. Hey, ik neem er ook even een. Als jij hem ook wil nemen. Ik had ook net al stiekem wel hier op. Ik heb 300 gram caffeine op. Maar dat is even een ding, want ik zit hier even bij jou in de auto. Caffeine kan je meer nemen als je wat zwaarder bent. Dus degenen die wat zwaarder zijn, maar dan mag je gewoon 1 of 2 extra. Dat maakt allemaal niet meer uit. Trouwens, watertje uit Italië. Ik ben weer terug. Dit is de eerste, ja, trouwens. Dit is de eerste keer. En dan gelijk met jou trouwens, dat is wel... Gezellig, hè? Dat is wel even leuk. Hé, hey, jij was al, ik ga nu. Mmm. Mmm. Oh, met dat Italiaanse water proeft dat ook wel beter. Hé, hey, ik neem hem wel even van je over. Wat gaan wij trainen vandaag? Ja, wat gaan we trainen vandaag? Dus, zullen we benen trainen vandaag? Nou, vooruit. Vooruit. Been trainen. En dan gaan we voor die jammen. Italië hadden we content geschoten, ik weet niet of je dat hebt gezien. Zoals hier nog even inzetten, hadden we met de eigenaar, inclusief trainers, Spurs de trainers, nee, sportschool. Hadden we even een opgenomen natuurlijk, van de trainer. Op TikTok natuurlijk ook wel ging het helemaal los. Mijn doel is wel om ooit het randje van Italië te raken. Maar hoe ver dat gaat komen. Italiaanse gewichten die waren ook heel anders. Dit is jouw sport, hè? Ja. Hoe vaak doe je dit in de week? Eén keer, 6 of 7. Helemaal een hype, hè, dit? Dat is toch leuk? Geweldig. Hey, tot de volgende, hè? Was gezellig.